wil graag iets in de geest van Ashtari Shakur met jullie delen. En dat is het volgende, dat ik eigenlijk niet zo heel goed weet wat vrijheid is. Wel weet ik wat vrijheid niet is. En er zijn bepaalde energieën in werking die niet, of die uit zijn op een inperking van onze vrijheden. En ik denk dat we als mensen, ongeacht je religieuze achtergrond, ongeacht je culturele, je etnische achtergrond, ons daartegen moeten verzetten. Omdat het om hele basale vrijheden gaat. Vrijheden die, zeg maar, horen bij het zijn van een mens. Een manier in ieder geval om dat aan de kaart te brengen, maar ook om te vieren hoeveel vrijheden je hebt. Want dat is echt heel belangrijk. Want je moet niet denken dat dit een soort van persiflage is van iemand die zegt dat we helemaal geen vrijheden meer hebben. Nee, we hebben heel veel vrijheden. In ieder geval een manier om die vrijheden A te vieren en B ook in stand te houden. En te zorgen dat die vrijheden bij ons blijven. Is om 26 september naar het Malieveld in Den Haag te komen. En dan, zeg maar, met de gehele vrijheidsparade, met alle vrije zielen die daar zijn, een manifestatie op gang te zetten die hopelijk nooit meer zal stoppen. So now we see the light. What you gonna we gonna stand up for our rights. Yeah, yeah, so you better get up, stand up. Stand up for your rights.